Hallo, ik zit hier nu op Dutch World 2008 samen met Umberto Tam. Wat vind jij nou van Dutch World? Nou, wat me heel erg opvalt is dat het in ieder geval een ontzettend groot evenement is met veel mensen. En wat zowel vandaag als gisteren ook nog opvalt, is dat heel veel mensen ook echt blijven. Wat je bij veel evenementen ziet is dat het 's ochtends heel erg druk is en dan naarmate het later op de dag wordt, dan zijn ook steeds meer mensen weg. Maar hier, nou wat even, het is nu 3:15. We zijn om, 11:30 vanmorgen begonnen. En je ziet nog steeds iedereen fanatiek bij al die stands staan en ook praten, informatie winnen, nieuwe gadgets ophalen. Veel, daar binnen is nu een lezing bezig. Het gaat over HP, ik weet niet wat het onderwerp is. Maar ook iedereen heel geconcentreerd. Dus het concentratieniveau is heel erg hoog. Na deze 2 dagen Dutch World, wat neem jij mee als ervaring van deze 2 dagen? De cloud. Wow. De cloud. Nou, ik vond het wel een mooie lezing van Dick dat hij vertelde hoe de toekomst eruit gaat zien voor IT. Ja. En dat alles gerelateerd zal zijn aan de servicegerichtheid van de organisatie. Dus hoe was je software, niet je hardware, maar je software. Ja. En dat is mij als consument geheel uit het hart gegrepen. Ik vind dat IT'ers veel te technisch praten, interesseert me allemaal geen fluit. Ik wil gewoon weten, wat doet het voor mij? Dus het moet wat makkelijker zijn. Het moet eigenlijk ook als je zo'n doos krijgt met de computer, moet je nog allerlei handelingen doen. Nee, het moet uit de doos halen, stopcontact erin, hij doet het. En nu moet je nog te veel dingen doen die ik niet snap. En wil ik ook geen tijd aan besteden, kost me veel te veel energie. Ik wil gewoon thuis zitten en ik wil mijn HP of wat het ook is, wil ik gewoon opstellen met alleen het stopcontact. Dat moet gemaakt worden. Nou, we doen ons best. Dankjewel, Doe Humbert. Het, maak het! Daar ligt je kans. Als je dat voor elkaar krijgt, ja, heb je een marktaandeel van minimaal 97%. Dankjewel, Humberto.